Hoi, vorige keer heb ik een video gemaakt waarin ik de cheese steltang vergeleek met een action steltang. En heel veel van jullie die zeiden van nou, het is eigenlijk niet echt eerlijk, want je vergelijkt iets super super cheaps met iets wat echt gewoon bekend is dat het heel goed is. Oké, er zit wat in. En toen kreeg ik de vraag van meerdere bezoekers of ik misschien de cheese met de GHD wilde vergelijken. En GHD is zeg maar ook een hele bekende luxe steltang. Niet goedkoop, maar ook echt heel goed. Een van de beste tangen. Er is altijd zo'n discussie. Er is altijd cheese beter. Nee, GHD is beter. Beetje net als Apple Windows, iPhone Blackberry, GHD. Nou goed. En ik heb ze nu dus allebei. Ik heb mijn cheese steltang en ik heb een GHD. De GHD die heb ik laatst binnengekregen heb ik nog niet gebruikt. En hij zit zo ontzettend mooi verpakt. Dit is een set met een rijstfoon. Dat ik hem even voor jullie open wilde maken. Check. Dit is de doos. Mooi, een soort van cadeau set is dit. En dan dit gaat zo open. En dit gaat zo open. Kijk, hoe cool is dit? Hier zit dan een tasje in. En in dat tasje, het is een clutch, zit de tang. Tadaa, dit is hem. En dit is een set en hier zit dus ook een rijstfeuntje bij. En dat is heel erg handig. Gewoon een kleine feun. En dit is dus echt een super kappersmerk. Hè? Dit is dus niet gewoon lekker snel, makkelijk klein feuntje, maar daadwerkelijk een kappersrijsfeun. Laat ik beginnen met het meest duidelijke verschil, de prijs. Het zijn allebei luxe tangen. De Chi, deze met knopjes die ik heb, die kost 139 euro. Deze is 189 euro los en in die set met die rijsfeun 199 euro. Dus dan is het een tientje meer en dan heb je die feun erbij en die mooie set, zeg maar. Dus dat is zeker iets om over na te denken. Deze is dus ietsje duurder, de GHD. Maar ze zijn allebei zijn boven de 100 euro. Maar dan heb je ook echt wat. En dan kan je jarenlang prachtig kapperstijl je haar recht maken. Of nou ja, ik weet niet. Ik heb deze nog niet getest. Dus ik ga ze testen. Ik ga GHD aan deze kant doen en Chi aan deze kant. Ik zal mijn haar verdelen. En ik heb het net gewassen en ik heb er verder helemaal niks mee gedaan. Ik ga er eerst iets in doen om mijn haar te beschermen. En dit is 12 Benefits. En dat is een product die 12 dingen voor je haar doet. Dus het is echt bescherming. Maar het beschermt ook je kleur. En het voedt je haar. En het is serum en olie en alles. En gewoon zeg maar supergoed. En het ruikt lekker naar snoep. Ik ga ze tegelijk aanzetten. Er zit nu al een verschil in. Deze heeft namelijk gewoon zo'n schuifdingetje met aan-uit. En deze heeft dan echt knopjes en al. Ik zal deze aanschuiven en deze aanzetten. Nou, die ken je misschien nog van het vorige filmpje. Hier gaat gewoon een lampje branden. GHD. En hier, ja. Ik weet niet wanneer dit klaar is. Oh, de Chi die heeft gepiept, dus die is klaar. Of was dat deze? Nee, de Chi was gepiept. Doe hem even uit aan hoor. Ja, nee, het was de GHD die al opgewarmd is. Oké, die warmt dus wel iets sneller op. Nou, laat ik dan maar beginnen met de GHD kant. En het enige wat ik ga doen is ik ga de tang er gewoon doorheen halen. Oké, dit gaat echt heel snel. Hij is klaar, deze kant. En de G-kant. Serieus 1 minuut bezig geweest met mijn haarstijl maken. Dit is dus de GHD kant. En dit is de Chi kant. Het verschil dat ik gelijk merkte is dat deze een stuk kleiner is dan deze. Nou, niet een stuk, maar het is gewoon ietsje kleiner, iets compacter. Deze is iets groter, bulkier. En deze is net iets dunner ook. Ik weet niet of je... Zie? Je ziet het hier al een beetje. Met deze kan je dus iets meer haar pakken. Maar hij is dan ook weer ietsje zwaarder. Dus dit ligt dan net wat luchtiger in de hand.
verder, ja, het maakt allebei mijn haar heel goed recht. Ze glijden er allebei goed doorheen. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat Chi net ietsje makkelijker glijdt. Ietsje maar. Maar dat heeft denk ik te maken met het feit dat hij dus iets groter is ook. Maar de grote test is eigenlijk hoe lang mijn haar recht blijft. Want als je een goede tang hebt, dan zal je haar hoe dan ook recht blijven. En als je een slechte tang hebt, dan ga je een stukje fietsen en dan is het alweer ontploft. Dus wat ik ga doen is, ik stop nu met filmen. En we gaan naar morgen kijken hoe mijn haar zit. Of het nog steeds recht is. Hoi, het is inmiddels de volgende dag en ik heb geslapen, ik heb gedoucht, mijn haar is een klein beetje druppeltjes water opgekomen, ik heb het in een knot gehad tussendoor en ik ga nu kijken hoe mijn haar nu uitziet en welke kant beter is. Nou ja, zoals je ziet is allebei heeft het een klein beetje slag. Ik heb zeg maar de borstel er even doorheen gehaald en meer niet. Ik heb het idee dat, kijk. Je ziet zeg maar, ik zal even allebei de kant laten zien. Zo. Zo. Ik heb het idee dat deze kant rechter is gebleven. Maar ik weet niet. Ik zie bijna geen verschil hoor. Ik heb natuurlijk voor mezelf niet echt heel erg gekruld haar of zo. Maar kijk, zie, dit is echt nog, valt nog een beetje zo. En hier zie je een soort van een, ja, dit wat ik probeer te vermijden door ja, mijn haar stijl te maken. En ik denk... Ik durf bijna niet te zeggen, ik denk dat de Chi gewonnen heeft. Ik vind ze allebei fijn, maar ik denk dat de Chi toch net iets meer mijn haar kaarsrecht maakt en kaarsrecht houdt. Maar de GHD is ook heel erg fijn. En bij de GHD zaten nog wat goodies, zoals een haarklemmetje, twee haarklemmetjes en een soort kapje voor om je steltang en nog wat dingen. Maar dat is bij die grote set. Ik weet niet of het ook bij Station loskoopt. Dus ja, nou, op zich allebei niet verkeerd, maar... Ik denk dat Chi toch gewonnen heeft. Ze zijn allebei heel goed. Maar nou ja, bij allebei ging het echt in 1 minuut. En het is heel lastig. Maar toch voor mij persoonlijk heeft Chi denk ik gewonnen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie snel weer. Doeg! Squishy manies. Manies. Ja. Yeah.